Hier op het Consumententrendscongres spreekt ook Tom Kniesmeijer. Ooit de man, mogen we toch wel zeggen, die met de trendrijden begon. Dat is alweer ruim 5 jaar geleden. Dat klopt. Hoe staat het ervoor met de trendrijden? Nou, we hebben besloten na 5 jaar trendreden om een periode in te lassen om even na te denken over een nieuwe opzet. Omdat ik vind dat je als trendwatcher ook altijd naar de toekomst moet blijven kijken. Dus de trendreden komt gewoon weer wel. Alleen niet in begin september, maar iets later in het jaar. En waarschijnlijk gaan we een iets andere opzet hanteren om toch te blijven vernieuwen. Nou, als kijker wil je natuurlijk precies het naadje van de kous wezen, maar dat gaan we nu nog niet vertellen. Nee, daar hebben we binnenkort nog besprekingen over. Ja. Laten we even focussen op jouw verhaal vandaag tijdens het Consumententrendscongres. Ja. Wat was jouw thema? De betekenisrevolutie. Leg even uit voor de mensen die er niet bij waren. Ja, nou, wat je ziet overal in de maatschappij is dat betekenis eigenlijk aan het wegcijpelen is. Hè? Dat protocollen, controlemechanismen, te veel winstverwachtingen van bedrijven, dat die betekenis eigenlijk uit het producten en aan het dienst aan het halen zijn. En wat ik op dit moment aan het vertellen was, was dat er een tegenbeweging al lang in gang is gezet en die heet de betekenisrevolutie. Dat mensen steeds meer op zoek gaan naar de zin van wat ze aan het doen zijn. De zin van het product wat ze aan het maken zijn en ook het product, de identiteit van het product binnen de maatschappelijke context gaan zetten. Nou, dat is een enorme beweging, dat is een golf die enorm groeiend is en daar gaan we de komende jaren nog heel veel van horen. En begint zo'n betekenisrevolutie dan primair aan de consumentenkant of zijn dat juist de producenten die wel wat voelen maar daar dan duiding aan geven? Gelijk op eigenlijk. Je hebt een voorlopende groep van kritische consumenten die verzet zich heel erg tegen de betekenisloosheid van heel veel producten. En aan de andere kant zie je dus iemand als Paul Polman die verleden week nog in de Washington Post een interview heeft gegeven. Wat helemaal bol staat van ja, wat is de betekenis van mijn bedrijf in de grotere context? En ook ik als CEO, wat is mijn betekenis binnen het bedrijf? Nou, dan zie je dat het van twee kanten een golf is. Of je nou kijkt naar pensioenfondsen die aan het nadenken zijn over de betekenis van hun belegde geld. Of onderwijs, rendementsdenken, wat is de betekenis van de kwaliteit van onderwijs precies? Nou, dat zie je, die golf die wordt alleen maar groter. Is dat één op één gekoppeld aan de economische tegenwind die we de afgelopen jaren hebben gehad? Of is het meer een soort van toeval? Het heeft wel geholpen, maar het is niet één op één. Dus, het was al begonnen? Het was al begonnen en het is eigenlijk ook decennia lange beweging. Hè? Dus mensen steeds meer zichzelf hun eigen betekenis voorop zetten. En pas dan vanuit daar, van wat wil ik in deze maatschappij betekenen? En vanuit daar zoeken ze, als je naar jongeren kijkt, die willen werk hebben waarbij ze iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Die stroom wordt alleen maar groter en groter. Dus je ziet dat die al jaren aan het ontwikkelen is. Maar de crisis heeft wel geholpen om nog eens goed na te denken. Hé, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dus... Nou, was niet heel Nederland hier aanwezig. Dat kan gewoon niet. Dat past hier niet in de nieuwe liefde. Maar als mensen nou geïnteresseerd zijn in jouw onderwerpen, heb je nog een boek van jezelf wat je zou kunnen aanraden? Nou, twee. Ze moeten sowieso de Seizoenen van de Tijdgeest lezen, want dan kunnen ze precies begrijpen waarom op dit moment de versnelling in de beweging zo groot is. Het is namelijk lente in de tijdgeest. En als je meer wil weten over je persoonlijke betekenis, dan kun je het matje lezen, dat matje zingevingsfitness. Dat gaat letterlijk over dit onderwerp. Hip hoor, zingevingsfitness, weet je niet? Ik vond het zelf een fantastische term. Hij werkt ook heel veel bij bedrijven waar ik voor werk, ja. Nou, u ziet het ook nog op print dus verkrijgbaar, maar ook in real life. Tom Kniesmeijer, dankjewel. Graag gedaan.